We zijn op het wereldkampioenschap in Valkenburg, het wereldkampioenschap veldrijden. En we zijn zowat in de laatste meters, de laatste voorbereiding van de grote race met Toon Aert. Toon is een van onze renners die straks op deze track Boon, elektronisch geschakeld van Shimano, hopelijk een podiumplaats en misschien wel meer probeert te halen. De eerste vraag die voor mij heel belangrijk is: hoe bevalt het momenteel om op zo'n ondergrond als vandaag met die schijfremmen rond te fietsen? Ja, het is een beetje mentaal niet het gemakkelijkste. De periode toen we overstapten van cantilevers naar schijfremmen. Je hoort wel eens af en toe een geschuur en een gekraak en zo. Maar eigenlijk is er totaal geen weerstand. Dus, je hebt geen wrijving van het... Nee, het geeft een beetje geluid weer, maar dat is het dan ook. Wat de schijfremmen nu doen, is stoppen waar je vroeger als veldrijder, ik heb dat al vaak zelf ervaren, kon vertragen, dat je nu toch echt het gevoel hebt van ik kan het nog. Ja, dan heb ik ook wel gemerkt dat het voor mij wel heel handig is nu om op schijfremmen te rijden. Ik ben niet de meest technische renner, maar als ik dan op zo'n omloop kom met heel veel afdalingen, dan heb ik toch een voordeel aan de schijfremmen. En plus het creëert ook veel meer ruimte om de modder te verwijderen. Dat zal morgen ook heel belangrijk zijn, denk ik. Welke versnellingen kies jij achteraan? Ik ga het op een gewone 28 houden. Ja. Moest het er nu toch nog van komen dat de klimmetjes op het einde van de ronde misschien te rijden zijn, kan ik nog voor een 30 opteren. Maar ik denk dat nu toch waarschijnlijk dat je gaat moeten afstappen en dat lopen zal zijn. Dus 11.28. En vooraan 39. 46. Ja. En als je deze ronde doet, hoe vaak kom je op zo'n ronde, schakel je eigenlijk terug naar je 39? Ja, niet zo vaak natuurlijk. Als het echt traag gaat, ja, dan moeten wij gaan lopen, hè, en moeten we afstappen. Het is toch wel iets wat de mensen niet verwachten, dat op zo'n zware ronde dat je eigenlijk bijna nooit terugschakelt naar je klein blad. Nee, dat is ook iets dat ik echt wel heb moeten leren. Vroeger was ik altijd gewoon van naar die kleine platen schakelen, eens dat we vanaf de start weg waren. Maar uiteindelijk is het veel beter dan die grote platen blijven liggen, omdat je dan toch iets meer koppel kunt creëren en iets meer power kwijt kunt. Bandenkeuze. Ik denk dat dat het discussiepunt altijd is geweest op een of andere wedstrijd en zeker een kampioenschap. Vorig jaar veel lekke banden gehad. Voor wat opteer jij? Het grofste profiel, veronderstel ik? De Limus of de Baby Limus van Challenge. Maar ik denk vooral de bandenkeuze. Iedereen zal waarschijnlijk met de grootste tube starten. Maar het is dit jaar meer de bandendruk, denk ik. Welke spanning dat je erop zet? Dus je wilt natuurlijk zoveel mogelijk grip hebben. Maar we zitten toch met vrij veel stenen in de ondergrond en af en toe een paar wortels, boomwortels. Dus met de platte banden kan misschien ook wel gevolgen gaan hebben. Ja. Ik zie nog één detail dat ik de afgelopen weken nog niet gezien heb. Maar ik zie dat je nu ook de vermogensmeter van Shimano gemonteerd hebt. Dus dat is denk ik een eerste test. Ja, ik ben er nu een week mee aan het rijden en het bevalt me wel. Het was heel gemakkelijk om te installeren. Maar ja, dat is af en toe wel eens moeilijker bij al die wattagemeters die ik in het verleden gehad heb. Maar dit was wel vrij simpel en het werkt heel goed. Direct kunnen verbinden met mijn Garmin en zo, dus ideaal. Oké, ik denk dat we heel veel gezegd hebben over het materiaal. Veel succes en ik zie u straks, binnen een aantal dagen, ginder terug op het podium. Oké.